onze pengers, hier ben ik met Super Gameplay. Ik dacht, ik ga eigenlijk eindelijk weer verder met wielmonteur, bouwt vliegtuigen. Eigenlijk wou ik vandaag huis opnemen, maar er werkt een heel klein dingetje niet. Back tegen Miel. Dan vraag ik natuurlijk af, Rick, wat werkt er niet aan? Dat is een hele goede vraag. Ik heb het al heel lang niet meer gespeeld. Ik weet niet eens meer hoe het spel werkt. Zeker 2 maanden geleden. Miel, back! Echt, hij legt het uit alsof ik het nog nooit gespeeld heb. Wat in principe best handig is, dat is er weer best lang geleden. Maar ik wil eigenlijk huis opnemen, maar het introfilmpje mist. Dan is het onweer en Miel die gaat terug naar huis. En dan is hij eindelijk thuis en is zijn huis weg. Dat vond ik heel leuk om hem te laten zien. Maar dat werkte dus niet. Je hebt misschien nog gezien, ik heb het VTOL vliegtuig gebouwd. We kunnen dus nu eventjes, ik zal het even laten zien. Dit ding moet terug naar de eremiet. En deze moet terug naar de bouwvakker. En dan krijgen die allebei hun spullen voor hun huis. En dan heb ik weer 2 quest dingetjes voltooid. Ik heb geen idee hoe ver ik ben met dit spel en ik heb het nooit kunnen uitspelen. En zometeen hebben we onderdelen farmen, dus iedere keer wat onderdelen op ons vliegtuig veranderen, wegvliegen, landen en weer landen en dan krijgen we onderdelen. Een kleine stad als Slapersburg de monding kan hebben naar zo'n grote en machtige zee. Vind ik ook. En weet je wat echt kut is? De snelheid van dit ding, want het is echt belachelijk. Ik kan weer verder gaan met recorden als ik bij die gasten ben, maar ik moet toch een beetje de video vullen, weet je, want het wordt allemaal 3 minuten video's. Dus ja, we gaan gewoon lekker chillen. Chillen Miel, chillen met Miel. Chillen met Miel. Chillen, chillen, chillen met Miel. Ik hoop dat ik de wereld nog een beetje weet naar die 2 gasten toe. Even kijken. Hier heb je foto's voor Roy McCall. Ja, heb je de bouwvakkert. Wie zie je daar dan? Oh, die dude. Meestal ga ik dan een beetje zo, toch? Ik weet echt niet meer hoe ik dat normaal doe. We kutten maar een beetje aan en we zullen wel zien, denk ik. Van pas, zodat je de situatie onder controle. Wel, dat VTL-11-filter heeft die bouwvakker dude nodig. Geloof ik ergens voor. Daaraan kun je zien waar je je bevindt. We zijn nog een keer bezig geweest zonder het VTL-11-vliegtuig. Dat bewijs staat zeg maar op de kaart. Ik bedoel, in onze rugzak, want we hebben al een keer die stofzuigeronderdelen gehaald. Die moesten we halen. Toen hebben ze eerst naar die vent gegaan. Toen hebben ze gehaald, geloof ik. Bij de tank dude. En we hebben al planken gehaald voor die dude. Dus waarschijnlijk, ja, we zijn al deels bezig. We zijn al een keer bezig geweest zonder VTOL. Maar met VTOL is wel een stuk makkelijker. Behalve dat het teringsloom gaat. Als je dat feit hebt, je ze helemaal weggerekend. Oh, hier is die dude. En nee, dan moet je hier omheen, zeker. Ik kan ook proberen omhoog te gaan. Misschien red ik dan met VTOL. Ja. Volgens mij kan je dan hoger. Gok ik. Het hemelse blauwe geweld. Ik beuk hier nu gewoon volop tegenaan. Maar waarschijnlijk beuken volop tegenaan. En de graphics zijn nog steeds om te huilen op deze PC trouwens. Ga ik dit redden? Ik ga proberen. Oh, redelijk. Nee, Miel. Ik dacht, Miel, dat red je wel eventjes. Nou hoor, Miel, je stelt me weer flink teleur. Kus Rick. Nog een keer. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Kom op. Nee. Oh, wel. Niet. Wel. Whoopsie Daisy. Niet storten. Goed zo. Hij is nog niet gestort hoor. Nee, dat lijkt alleen maar zo. Dan moet ik helemaal omvliegen. Ik denk dat ik beter al geen VTL vliegtuig kan maken. Helemaal gehad met dit ding, nu al. VTOL, nee Miel, bek dicht. VTL is ding, sloom. Zoals juist bewezen door mij. Ik durf ook helemaal nergens meer tegenaan te rijden. Want één schrammetje en de hele ding is aan de tering. Dit is wel de goede route als het goed is. Ik weet niet, het was iets met bruin. Ik ga denk ik de goede kant op, ja. Dan moet ik even naar die vent toe. En vertellen hoe ik voor hem voel. Mijn mannelijke gevoelens uiten, weet je wel. Dat is mannelijk. Dit gaat ongeveer goed. Die graphics zijn heel rarig. Maar ik denk dat ik de goede kant op ga. Misschien ja, hier doorheen. Dit keurt Miel goed. Miel approves this message. Als ik die kant op blijf gaan, dan kom ik bij Bertje uit. Heet die Bert? Nee, hij niet Bert. Hij heet Anne Frank. Nee, ben ik hier weer? No, ik ben heel verdwaald. Dat kun je zeggen. Dat zou je kunnen stellen, ja. Oké, ik geef het denk ik. Ik kan net zo goed gewoon opgeven. Hier ga ik waarschijnlijk dood. Whoopsie daisy, zoals Miel dan zo mooi zegt. Ik zie ook, oké, ik heb iets goed gedaan. Ik heb het goed gedaan, jongens. Zonder de vleugels. Jee, ik denk dat we er bijna zijn, maar die doet. Ben ik er nou voorbij? Kut. Hier bewaar ik de luchtfoto's voor Miel. Ik zit in hem half. No homo. Ja, omkeren, Miel. Van pas, zodat je de situatie onder controle hebt. Ja, hij zit hier. Hier zo. Het rode vliegtuig op de kaart, dat is dit vliegtuig. Wat ben je dan, dude? Kijk dan al die... Nee. Oh, kut graphics. Vliegtuig niet in een botsauto, hè? Echt wel, Miel. Back dicht. Oh. Frustratie. Nou, nu gaan we gewoon onderdelen farmen. Helemaal gehad. Ik wil meer onderdelen. En dan breken we gewoon even de hele VTL kutvliegtuig af. Helemaal lopen bouwen en shit. Nou, mijn holpje lopen bouwen, Miel. En flink ook. Helemaal kapot gemaakt. Je hebt mijn hart gebroken. Dat ook nog. Stoomlocomotief, motherfucker. Yeah. Met een punt. Even een punt zetten. Ik wil punt zetten achter onze relatie, Miel, dat wil ik. Wat de fuck was dat? Nee, ik wil eigenlijk
Dat je die wieltjes eraf haalt, heeft maar. Ja, precies. Wat ben ik momenteel vergeten om te vliegen? Dat is een leuke vraag. Dit vliegtuig heb ik tenminste nog nooit eerder gemaakt. Daar hoef ik me geen zorgen over te maken. De vleugels missen momenteel een beetje. Klein beetje, maar... Wel twee dezelfde vleugels. Voor de rest boeide het niet zo heel veel. We kunnen even de skis pakken. We moeten nog iemand eland zoeken. En het juiste landingsgestel landt mij gezwind in een puur pool. Zo. Ik heb zeker nog de veto. Oh, ik heb nog de VTL-stermotor erin. Kut. Oh, wat? Voor mij kunnen we die gewoon gebruiken. Trouwens, by the way. Heb je geen vleugels nodig of zo, Miel? Nou, net zeggen. Wat de... Ja. Nou, dan gaan we met één vleugel. Dit wordt hier zowel slagroom kloppen zonder klopper. Zonder propeller kom je toch niet vooruit. Oh, propeller. Slagroom kloppen zonder klopper. Ja, maar dan wordt het hem om, Miel. Zeker dat propellertje erop, zo. Waarom had die andere vleugel er niet op? Oh, ik heb al een vleugel aan de andere kant. Nou, als jij het zegt, Miel. Ik geloof jij daar volledig in, man. Oh, nee. Oh, ik zie het al. Dat is inderdaad een andere vleugel. Twee verschillende vleugels is altijd een succes. Oh, fuck. Ik val nu al om. Maar dat gaat niet goed. Terug. Iemand nog onderdelen voor me? Oh, ik kan natuurlijk helemaal vergeten dat ik een vliegtuig kan draaien. Hoe werkt dat ook alweer? Pijltoetsen. Ah. Zo, beter. Geen nieuwe onderdelen van de Packster, jammer genoeg. Ik wil even wat van deze variabelen hebben, zo noem ik ze eventjes. Dat zijn gewoon onderdelen die aan alle kanten erop kunnen. Als ik ze verplaats en van kant wisselen en zo, dan krijg ik nieuwe shit. Dus dat soort onderdelen heb ik even wat meer van nodig die ik overal erop kan zetten. Ja, die ik zeg. En ik wil natuurlijk nog even naar de Noordpool vliegen of waar dan ook heen. De romp van een deze nog een variabeleren. Die kan nog even lekker variabeleren hoor. Hier, zwaai ligt erop. Hoppakee, ik geef geen neukje. Zo, oké. Kom erop, Peggy. Met je onderdelen. En weer terug. Onderdelen? Misschien. Plant eraf. Andere propeller hoor. Hoppakee. En als het goed is, doe even het opstijgen erbij voor de zekerheid. Zo, en weer terug. Juffrouw Sien. Wat is dit? Het juiste spul om op bepaalde plaatsen mee te landen. Het juiste spul helemaal om niet. Op bepaalde plaatsen mee. En pling, plang, plong, elke snaar op mijn gitaar. Ja, deze klankkast. Lamp. Ik speel heel agressief mimonteur trouwens nu. Lamp. Woehoe. Yeah. En weer terug. Oh, nog meer shit. Nieuwe propeller. Woehoe! Pling, pling, plong. Zo, even alles erin. Wat is dit? Listig als een vos, niet? Zo, dat is een staart. Oh mijn god, nog een keer vliegen. Woehoe! Oh, dat ding staat trouwens best wel awesome. Ik moet toegeven, dat ding staat me fantastisch. En ja, weer naar de grond. Bloemetje erbij. En we gaan nog een keer. Woehoe! Miel, fuck yeah! En we gaan weer naar de grond. Oh, nee, wel naar de grond. Veranderen de propeller naar een gouden propeller. Woehoe! Nog een keer! Dit ding is trouwens gigantisch awesome, als ik het even op mag noemen. En we gaan weer naar de grond. Er zijn onderdelen voor je, Miel. Oh, vet wielen. Plink plonk, Peggy Pie. Bereid je voor op zware momenten. Met dit stel kan zware momenten? Verkocht! Je bent altijd voorbereid op zware momenten, Miel. Je moest eens weten. Alle bloemetjes eraf halen. Kutbloemen. Woehoe! We zijn tenminste onderdelen aan het farmen. Of je het nou leuk vindt of niet, het is beter dan niemand er auto's. Dan duurde één onderdeel farmen een uur. Zo. En dan de... Wat kan ik nog meer veranderen daaraan? Nou, ik kan weer de... Bloemetje erop zetten, bijvoorbeeld daar zo. Daar zo toch wel. Lantaarn eraf halen. Woehoe! Dan je dacht dat ik eruit ging. Nee hoor. Nu ga ik er pas uit met een mooie boog. En naar de begane grond. Skis eronder, weet je, je kent me niet eens. Als je Dennetje me kent, nooit, je kent pas de helft van me. Even dat ding draaien. Super hip! Super hip dat ding, jong. Hey, die plant daar moet wel bestaan. Blijven bestaan vooral. Ja, zo. Op de begane grond. Hallo daar, hou je nog even in? We kunnen wel altijd een noodlanding maken, maar waarom hang je niet gewoon een landingsgestel aan je vliegtuig? Dat is een goede vraag. Zo. Ik had daar beter even de skis kunnen gebruiken. Dan kon daar tenminste nog even heen. Doen we zo meteen wel. Neem maar even naar de grond. Geen nieuwe onderdelen. Je moeder heeft geen nieuwe onderdelen. Nog een keer. Nog één keertje. Ik wil even nieuwe onderdelen. Ik heb dit nodig in mijn leven. Nieuwe onderdelen. Naar de grond. Bloemen aan de achterkant weg. Andere bloemen erop. Zo hé. Nu moet ik wel nieuwe onderdelen krijgen. Woehoe! En weer terug. Geen onder... Oh mijn god! Misschien is het te vol hier. Wat is dit? Wat is dit? Met een beetje fantasie kan men de leukste dingen bouwen. Ze hebben erg veel meer tekst gebruikt in dit spel. Bij de oude mimonteurs
Waarom niet? Wat zei die frikandel? Een frikandel als vliegtuigneus. Hij zei deze keer beschreven werkt het voorwerp. In de oude Mimonteurs, dan schreef wat toch ieder voorwerp had zo'n beetje zijn eigen verhaaltje. En hier is dat veel minder. Ik moet boten nog steeds even afmaken. En als ik boten af heb, dan ga ik vliegtuig en huizen een beetje omwisselen. Meestal moet ik nog even één aflevering in boten doen. Ik moet even mijn... Ja, shit. Klaar hebben. Ik ga tenminste weer een beetje fatsoenlijk snel. Hè, Miel? Hè? Met de grote stermotor. Woehoe! De grote stermotor voor jou en mij. De pizza is de pizza voor jou en mij. De kokante krab pizza is de pizza voor jou en mij. En dan gaan we verder. Zoals fijn is. Gaan we richting de Noordpool. Voor hoever het de Noordse Pearl is. En dan kan die aan die andere man, de Bibberman, die we eerst een kleed hadden gegeven, kan hij nog boekjes geven. Maar iedere keer als hij een boekje geeft, ja. Gebeurt er niks eigenlijk. We brengen hem iedere keer een boekje en dan zegt hij, heb je wat te lezen voor me, want ik verfilm hem. En dan moet ik weer een nieuw boekje halen. Het is best wel redelijk saai. Ik weet niet of het de bedoeling is dat je gewoon 100 keer dat boekje brengt ofzo. Of... Ik heb geen idee wat de uitdaging erin is. Misschien krijg je een onderdeel ervoor. Ik heb er tenminste nog weinig uit kunnen halen momenteel. Even landen hier. Hoe land je ook weer? Control, toch? Dacht het wel, ja. Control. En stil stond hij. Je kent Reine wel, mijn favoriet rendier. Nu blijkt dat hij weer de bergen is ingelopen. Nee! Kan jij niet naar hem zoeken, Mil? Nee, dat kan ik niet. Zeker dat ik dat kan. Om die hier in dit ijslandschap te vinden, zijn er echte poolkneepjes nodig. Poolkneepjes? Nou weet je, de poolkneepjes zijn meestal als je dingen voor mensen moet zoeken. Altijd dicht bij huis zoeken, die dingen zijn altijd een paar meter verderop, dus... Nou, daar kan het beest sowieso niet zijn, dat scheelt. Ik heb dit beest natuurlijk al een keer gevonden. Ik heb het de hele serie heb ik opgenomen bij mijn pa. En toen bleek dus dat ze allemaal fout waren ofzo. Waar had ik ook weer gedaan? Oh ja, het spel had niet opgeslagen. Toen ik zoiets van, nou, dan kan ik net zo goed opnieuw beginnen. Het probleem is vooral dat het heel erg glitcht bij mij. Dat is meer een probleem. Hij zal hier wel ergens zitten, dat kutbeest. Hij had gewoon een keer een rendier op de map. Best wel cool eigenlijk. Hé, een rendier. Dus ja, hij zal hier ergens moeten zijn als het goed is. Als het goed is, hoop ik. Als het goed is. Ik zeg best vaak als het goed is. Door een diep waar zit hij nou dan? Nou, dan zal hij wel wat meer naar rechts zitten, want hier zit hij in ieder geval niet. En als hij hier niet zit, dan zit hij ergens anders wel. Of niet soms. Ha. Dat was niet eens grappig of zo. Misschien zit hij hier ergens. In de hoge bergen. Daar is hij. Woe! Heb hem. Check. 1 rendier. Check. Op de boodschappenlijst. Ik wil de komende dagen, nou misschien over een weekje of zo, misschien ook gaan beginnen met alle Freddy Fish en poepoets en zo even afmaken op mijn kanaal. Heb ik dat ook achter de rug, weet je. Eerst even landen voor die dudes. Rendier. Woehoe, hier is je rendier, bro. Reine, het verloren rendier, is teruggekeerd. Yay. Merci, Bill. Dank je. Je krijgt ook helemaal geen item van ofzo. Het is gewoon, oh, bedankt voor het terugbrengen van mijn rendier. Geen item. Geen, ja, dat hoort wel bij het spel. Ik kan ook even terug met die tent. Voor mij heb ik een VTOL vliegtuig nodig en dan kan ik terug naar Vera met die tent. En dan, hey, Miel, homo, zegt ze dan. Iets in die richting. Iets in die richting, zegt ze kaart in Miel's gezicht. Wat dus gewoon niet aardig is, dames en heren. Ik kan even naar die wetenschapper. Ik geloof dat we die seismograaf voor hem al gevonden hebben, maar dat weet ik niet 100% zeker. Dat is een beetje een probleem. Dan zou ik mijn eigen video's terug moeten kijken. Kan iemand even commenten? Of ik die seismograaf al gevonden heb en heb teruggebracht... Voor mij, ik weet eigenlijk wel zeker dingen heb gevonden. En heb teruggebracht naar Victor Vulkaan, toch? Victor Vulkaan. De dude bij de vulkaan. Ja, natuurlijk kan je zitten dagdromen. Oh, de benzine is bijna op. Misschien kan ik nog even gaan naar deze dude toe. Ik hoop maar het wel. Een vliegenier moet de waarheid altijd ja, voor ogen. Dat gaat nou lukken. Net dan. Dat lukt ons net dan. Dan kan ik even leesvoer naar hem brengen. Helemaal gehaald bij Sam Scribbler. Woehoe! Yeah, even landen. Gewoon even rustig. Enkele kranten om je mee te amuseren, Bert. Het kan je verblijven. Bert is weer helemaal high. Misschien wat verlichten. Bedankt, Miel. Bedankt. Ja, het wordt hier eenzaam. Waren het niet voor de wetenschap, ja, dan zou ik hier al lang weg geweest zijn. Het is hier zo koud en eenzaam, zodat zelfs mijn gedachten soms bevriezen. Sowieso dat hij even wat playboys nodig heeft, zodat hij even lekker kan rukken in zijn iglo. Is een belevenis. Rukken in je iglo. Hey. Alle mannen willen rukken in een iglo. Want dat is cool in een iglo. Even lekker neerstorten. Sterf, Miel, sterf. Sterf. Woehoe! Miel is dood, eindelijk. Zo. Oh, hij heeft een parachute. God damn it. Jammer. Dat is nou even jammer, hè. Een flink potje jammer ook, om precies te zijn.
Geen nieuwe onderdelen. Timer zegt, de video zit erop. Ik ga nog even een video hierna achterop nemen. Wow. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Ik wist helemaal niet dat ik die al had, joh. Ik dacht dat ik die nog helemaal niet had. Je moet sowieso op de boot wou zeggen, op het vliegtuig. Ik wist helemaal niet dat ik die nog had. Ik zat helemaal te wachten, juist omdat we die vrij gingen spelen. Zo van, jongens, dit hebben we nodig. Even dit, de staart aan de achterkant. Lamp erop, zo. En dan moet ik toch nog eventjes mijn favoriete voorkant erop gooien. Nu ben ik helemaal klaar voor de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet het niet te liken, dus bedankt voor de volgende aflevering. Doei!